Fernandes Bakkerij heeft besloten om de samenleving tegemoet te komen door op enkele locaties producten vanuit de broodwagens te verkopen. Koert van Essen, directeur van Fernandes Bakkerij, geeft aan dat het bedrijf sinds het eerste COVID-19 geval scenario's had bedacht voor het geval dat Chinese winkels zouden sluiten. Behalve de warme bakkers die op strategische plekken staan, zal er nu ook vanuit de broodwagens verkocht worden. Kijk. Wij hebben onze organisatie ingericht om door te kunnen blijven produceren. Dat gaan we ook doen. Maar natuurlijk hebben wij verkoopkanalen nodig. Dus als die verkoopkanalen er niet zijn, kunnen wij in principe geen producten aan de man brengen. Klopt. Dus wij hebben in ieder geval al een hele tijd geleden een aantal scenario's uitgewerkt. En nu zie je dat beetje bij beetje de scenario's uit de kast komen en die worden geïmplementeerd. Daarnaast hebben we natuurlijk een heleboel berichten gehad vanuit social media of kunnen venten of verder in de buurt te kunnen komen. Venten is zelfs op zichzelf heel moeilijk, omdat daar weer andere systemen voor nodig zijn. Dus we hebben gezegd, oké, laten we beginnen met een aantal mobiele trucks. Laten we het kenbaar maken waar we staan, vanaf hoe laat we er staan, zodat de mensen daar naartoe kunnen komen, zodat ze niet allemaal de drukte in de verschillende supermarkten, dat we die kunnen ontlasten. Van Essen zegt dat Fernandes Bakkerij zich strikt houdt aan de nationale en internationale protocollen om ervoor te zorgen dat de productie voortgang kan vinden. Heel strikt, omdat als er iets gebeurt, ook wij natuurlijk zullen moeten sluiten met alle consequenties van dien. Klopt. Dus we proberen dat zo veilig mogelijk te doen. Natuurlijk, nogmaals, iedereen probeert alles veilig te doen, maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. Maar dat gezegd hebbende, hebben wij een aantal systemen waar we de voorkeur aan geven. En een van dat soort dingen is, naast contant betalen, is betalen via, gewoon met je pasje. Omdat het gewoon makkelijker is, dat is sneller, dat is veiliger, minder handling. Minder mensen hoef je aan te raken, al heb je handschoenen aan en dat soort dingen. Je raakt dat postapparaat aan, het postapparaat reinigen daarna. En we proberen zo de veiligheid verder op te voeren. We hebben op dit moment, hebben we naast de warme bakker, hebben we één wagen. En waarom doen we dat? Omdat we natuurlijk de druk van die warme bakker, met name aan de Kernkampweg, willen we verminderen. Want hoe meer mensen op een locatie zijn, hoe meer risico er is in zaken COVID. Dus ook daar moeten we natuurlijk, dit doen we allemaal vanwege het COVID-verhaal, dus daar moeten we natuurlijk goed rekening mee houden. Dus voor mensen die alleen brood willen, kunnen dan naar die mobiele truck naast bij de Kernkampweg, naast de warmbakker. Dan hebben we Sousas, Marowijnenstraat staat een truck, Flora, Tapuripastraat en in die Ragandiweg bij Red Sun, supermarkt Red Sun. We zijn bezig meer van die trucks in te richten, maar dan moeten administratieve systemen voor worden opgezet. Alles moet werken, want anders krijgen we meer klachten dan we mensen blij maken. En dat willen we niet. Dus daarmee zijn we bezig. En we zijn bezig met Fernandes Botteling om samen met hun dranken en ook brood en wellicht ook andere producten ook via mobiele wagens aan de man te brengen. Maar dat gaat nog enkele dagen voordat we dat op orde hebben. Maar we zijn bezig ons aan te passen en te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat dat onze klanten meer product kunnen krijgen. Dat was Koert van Essen, directeur van Fernandes Bakkerij. Hij sprak over de broodwagens die het bedrijf heeft ingezet om de samenleving van dienst te kunnen zijn. De locaties waar de trucks staan zijn de volgende. Naast de warme bakker aan de Kernkampweg, bij het Wil Akswijk Sportcentrum, aan de Tapuripastraat, de Flora en aan de Indira Gandhiweg bij supermarkt Red Sun. De trucks zijn er van 7 uur 's morgens tot 2 uur 's middags, zolang de voorraad strekt.